Hier in Groningen doen we onderzoek naar het verpakken van cellen die insuline produceren. Wij doen dit met behulp van een verpakkingsmateriaal. En we kunnen op deze manier de eilandjes transplanteren onder de huid. Waar ze dan hopelijk voor een veel langere tijd blijven functioneren. Waardoor ook meer type 1 diabetes patiënten geholpen kunnen worden. We hebben deze verpakking al gebruikt in muizen en ratten. En hierbij zien we dat deze dieren niet meer diabetes zijn. En uiteindelijk willen we heel graag naar de mens. Ik ben Sandra Smink en ik doe onderzoek in de strijd tegen diabetes type 1.